welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb vandaag mijn juni TBR. Terwijl ik ze net pakte, dacht ik, ik heb wel elke keer weer iets te veel op de stapel gelegd. Van, die wil ik ook graag lezen, die wil ik ook graag lezen. Dus uiteindelijk heb ik echt weer een iets te grote stapel. En ook het feit dat ik deze maand ga beginnen met, in plaats van 10 uur te werken, 27 uur gaan werken. Wat dus inhoudt dat ik minder leestijd heb. Maar ik volgens mij meer boeken op mijn TBR heb staan dan dat ik de afgelopen maanden heb gehad. En die ik ook niet allemaal heb kunnen weglezen. Maar ja, ik hou van keuzes, ik hou van uitdagingen. En ik heb ook redelijk wat middle grades erbij zitten. Wat in een normale situatie vaak iets sneller wegleest dan bijvoorbeeld een dikke thriller. Maar ik ga gewoon beginnen en ik ga jullie laten zien wat ik allemaal heb uitgekozen. Ik neem van afgelopen maand, dus vanaf van mei, neem ik 2 boeken mee waar ik in bezig ben. Eentje ben ik vandaag gestart. Die heb ik alleen beneden laten liggen. Dat is De Erfenis. Daar ben ik echt 5 bladzijden in. Maar ik ga vandaag nog wel lezen. Dus die ga ik sowieso deze week hopelijk verder lezen. En De Held van Fabel van Scott Reintgen. Die luister ik op Storytel. Daar moet ik nog ruim 3 uur van luisteren. Maar ik moet morgen bijvoorbeeld werken. Dan zit ik weer in de tram 2 keer 20 minuten. Dan ga ik ook luisteren. Dus wellicht dat ik daar deze week in ieder geval doorheen ga vliegen. Dus deze gaat sowieso mee naar juni, want voor vandaag gaat het me niet meer lukken, want het is vandaag 31 mei. Ik ga laten zien wat ik in juni hoop te lezen. Sowieso het boekweekgeschenk Wat wij zagen van Hannah Barefoots. Nou, dat is natuurlijk een inimini boekje. Wel redelijk volle pagina's, maar ik denk dat dit sowieso makkelijk wegleest en snel. Dus ik denk ik leg hem erbij. Is toch wel weer leuk voor mijn Goodreads challenge, want zo'n dun boekje vlieg je doorheen. Wat ook leuk is en wat ook snel leest, is Heartstopper 4 van Alice Oseman. Dit is natuurlijk een graphic novel. Ik vind deze serie echt fantastisch. En aangezien juni ook Pride maand is, vond ik dit ook wel perfect om in juni te lezen. En het lijkt een dik boek, maar je vliegt er echt doorheen. Dus deze heb ik ook voor juni op het lijstje staan. Ik zei al dat ik een aantal middle grades erbij heb zitten. Engelse middle grades, dus ook heel veel van mijn eigen collectie. In plaats van leesexemplaren, recensie-exemplaren. Want ik had gewoon zin om heel veel middle grade te lezen. Waaronder King and the Dragonflies van Kaysen Callender. Op aanraden van Gavin Hetherington. Ook niet super dik. En ook met pagina's met veel lege vakken zeg maar op de pagina's. Dus ik denk dat dit wel heel erg snel leest. En dit schijnt echt een heel mooi boek te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop eigenlijk dat ik alles wat ik hier heb liggen in juni kan lezen. Want ik heb in alles heel erg veel zin. Nog een Engelse middle grade. When Life Gives You Mangoes van Corinne Gatton. Ook een vrij dun middle grade boek. Volgens mij past deze ook heel erg goed in de LHBTI. Het genre wat dus voor juni, voor de Pride maand heel goed kan. Dat dacht ik. Ik dacht dat Gavin dat hierover zei. Maar misschien ben ik in de war met een ander boek. Maar in ieder geval wilde ik deze ook heel graag voor juni op de lijst. Nou, dan heb ik nog een dunnetje. The Haunting of Evelyn Jones van Phil Hickes. Dit is een middle grade, maar dan een beetje spooky-achtig. Zou eigenlijk natuurlijk wat meer voor het najaar zijn, maar ik wil hem gewoon heel graag lezen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar dit boek. En ook weer eentje waar ook dit soort pagina's tussen zitten. Dus ik verwacht dat dit ook wel snel te lezen valt. Ik ga trouwens aankomend weekend een weekendje weg met het gezin. Dan wil ik eigenlijk niet te veel boeken meenemen. Want het is eigenlijk een weekend om gewoon met elkaar leuk spelletjes te doen. En we gaan een dag naar Hellendoorn. Maar ik neem wel wat boeken mee. Dus ik denk dat ik dan inderdaad wat kies voor wat dunne middle grade. Misschien dat ik dan tussendoor af en toe even de tijd heb om te lezen. Ik ben geen uitslaper, de rest over het algemeen wel. Dus misschien dat ik sowieso de ochtenden al een beetje van die tijd kan benutten om te gaan lezen. A Kind of Spark van L. McNichol. Nog een middle grade die ik ook al een tijdje in mijn kast heb staan. Ook niet zo heel erg dik. Dus die pakte ik ook maar voor de maand juni. Hier ben ik echt heel erg benieuwd naar Rainbow Grey van Laura Ellen Anderson. Nou, deze past ook, denk ik, heel erg goed in de Pride maand. Waarom, weet ik niet precies, maar voor mijn gevoel is dit zo. En trouwens, het karakter Gavin van Gavin Hetherington, mijn favoriete booktuber, is als personage in het boek en hij is gay. Dus je hebt toch een soort van Pride association with it. Ja, en ik vind dit gewoon echt, het ziet er zo ontzettend leuk uit. Er zitten heel veel illustratie in elke pagina. Heeft een leuke rand, zeg maar, eromheen qua
vrolijke sterretjes, zonnetjes, regendruppeltjes. En zoals ik al zeg, gewoon heel veel illustraties. Dit is denk ik echt een feestje om te lezen. Deze heb ik meegenomen. Oh, ik heb er nog wel eentje meegenomen van vorige maand. Wakenhurst van Michelle Paver. Deze heb ik ooit zelf gekocht bij de Waterstones. Dit is een beetje een, volgens mij een beetje creepy-achtige fantasy, dacht ik. Volgens mij heb ik hem al 2 maanden trouwens op mijn TBR staan. Ik hoop echt dat ik er in de maand juni aan toe kom. Want ik ben wel heel erg benieuwd hiernaar. Anders had ik hem ook niet weer erbij gelegd. Maar ik denk, ik ga het gewoon weer proberen. Deze moet ik sowieso in juni lezen. The House with Chicken Legs van Sophie Anderson. Deze gaan we met de collega's die het leuk vinden van mijn werk, gaan we deze allemaal gezamenlijk lezen in de maand juni, zodat we er een beetje over kunnen kletsen. Hij is namelijk net in het Nederlands vertaald, dus vandaar dat er dan ook wel wat aandacht voor is. Ik heb hem denk ik al 2,5 jaar in huis. Weet dat het een heel gaaf boek is, weet dat het een heel mooi boek is. Maar ik dacht, ja, nu moet ik hem toch echt gaan lezen. En toen dacht ik ook meteen, laat ik dan ook maar The Girl Who Speaks Bear erbij pakken. Dan kan ik ze allebei lezen. En ik heb het nieuwste boek van Sophie Anderson ook in huis. Dan kan ik die eventueel in juli lezen. Maar deze moet, want die lezen we met de collega's. En die heb ik er als extra bij gepakt. Dus die twee komen ook op de stapel voor juni. Op het moment dat ik lekker allemaal middle grades aan het pakken was, die ik heel graag wilde lezen in juni, nou ja, dacht ik, laat ik deze ook maar erbij pakken. De Headmakers van Tamsin Merchant. Deze heb ik pas gekocht, eigenlijk puur vanwege de cover. Ik vind deze cover echt fantastisch. Volgens mij is het een magisch, sfeervol middle grade verhaal. Ik wil hem gewoon heel graag lezen. Dus ik denk, ik pak hem er ook meteen maar bij. Als ik eenmaal in die middle grade vibe zit, lees het misschien ook allemaal heel erg snel. Een Nederlands kinderboek. Let goed op van Jason Reynolds. Deze kreeg ik opgestuurd van uitgeverij Condor. Dit verhaal begint net als alle goede verhalen met een schoolbus die uit de lucht valt. Niet dat iemand dat ziet. Iedereen heeft het te druk met andere dingen. Met praten over snotjes bijvoorbeeld. Met zakgeld stelen, skateboarden en dapper zijn. Met ingewikkelde handshakes. Niets liever willen dan ontsnappen uit een ingewikkeld leven, grappen maken en troost vinden, maar vooral met naar huis lopen en je eigen verhaal vinden. Ik heb dit als recensie-exemplaar gekregen naar aanleiding van een mailtje en ik dacht, het klinkt eigenlijk wel heel erg interessant. Ik hoop deze in juni te gaan lezen, want ik moet natuurlijk ook wel gewoon wat recensie-exemplaren en leesexemplaren lezen. Zo ook het dagboek van Gertie, Vakantie op het platteland. Een kinderboek van Bartram Santini. Die kreeg ik van Beckens uitgeverij. Ook een kinderboek die ik graag wil lezen. En ik denk dat ik hier ook niet heel erg lang over doe. Dus ik denk, laat ik hem er gewoon meteen maar bij pakken. Want dan kan die daarna naar Thomas. En dan kan ik in ieder geval een recensie erover schrijven. De Dieren van Lockwood Manor van Jane Healy. Deze heb ik al heel lang in het Engels in mijn kast staan. En deze kreeg ik vorig jaar als recensie-exemplaar van uitgeverij Cargo. Is er gewoon nog niet van gekomen om te lezen. Ik hoop deze maand. Ik vind het wel echt een beetje een boek voor als het zonnetje schijnt. Nou, dat doet het. En ik moet natuurlijk ook wel wat volwassen boeken lezen. Maar het is ook wel handig als ik er wat volwassen titels bij ga. Want alleen kinderboeken, ik hou wel een beetje van afwisseling. Ik hoop ook te gaan lezen Sterrenvlucht van Brandon Sanderson. Het eerste deel in de Skyward-serie is nu vertaald in het Nederlands door Iceberg Books. De Engelse heb ik een aantal keer op mijn TBR gezet, maar is er nooit van gekomen om te lezen. Elke keer was dat een van de boeken die overbleef. Nu in het Nederlands, via mijn werk heb ik deze gekregen. Het is wel een dikkerd. Maar ja, eigenlijk wil ik hem gewoon heel graag lezen in juni. Dus ik heb hem er gewoon maar bij gelegd. Kan maar beter een beetje het latje hoog leggen. Wie weet dat dat helpt. Ik heb nog een stapel, want ik ben er nog niet. Reisbureau Wereldvreemd van L.D. Lapinski. Heb ik ook ooit als recensie-exemplaar gekregen. Deze ga ik denk ik in het Engels luisteren op Storytel. Als ik De Held van Fabel heb afgeluisterd. Ik vind het toch wel handig om af en toe iets van Storytel ernaast te hebben. Voor als ik inderdaad in de tram zit of als ik aan het puzzelen ben, al heb ik dat al een tijdje niet meer gedaan. Als ik aan het koken ben, als ik in bed nog even iets wil luisteren voordat ik ga slapen. Als ik eigenlijk te moe ben om te lezen, maar dat ik misschien nog even een kwartiertje Storytel luister. Dus deze ga ik als luisterboek luisteren. Hier gaan we weer een buddy read mee starten, morgen. En ik moet het schema nog maken, bedenk ik nu.
Het tweede deel in de Harbinger-serie, Rage and Ruin van Jennifer L. Armentrout. We hebben volgens mij in maart of april hebben we het eerste deel gebuddyread op Instagram. Nu gaan we het vervolg doen. Het is wel echt een dikke pil, maar deze lees ik dus, over ongeveer een periode van 2,5 week. Dus deze gaat sowieso uit in juni als ik me goed aan het schema hou. Dat schema ga ik alleen nog vandaag even maken. De goede grap van Norman Foreman van Julietta Henderson. Die kreeg ik van uitgeverij De Fontijn. Ik weet er niet heel erg veel over. Volgens mij las ik bij de voorjaarsaanbiedingen, zeg maar de folder met alle boeken die verschijnen in het voorjaar, las ik waar het over ging. Dat leek me een erg grappig en leuk verhaal. Dus ik dacht, die leg ik er ook maar bij. Als ik dan toch in een goede leesflow zit, wie weet helpt het. Een roman van John Benville, Sneeuw, van uitgeverij Querido. Kreeg ik volgens mij ook via mijn werk. Ik zal dit stukje even voorlezen, want als ik hem zo zie, denk je niet meteen van, goh, wat een interessant boek, tenminste, dacht ik. Na de ontdekking van een lijk van een zeer gerespecteerde pastoor in Ballyglass House, het grote landhuis waar de geheimzinnige aristocratische familie Osborne woont, wordt inspector St. John Strafford er vanuit Dublin heen gestuurd om de zaak te onderzoeken. Van alle kanten wordt Stafford tegengewerkt, maar vastberaden zet hij de jacht op de moordenaar voort. Terwijl de sneeuw blijft vallen over dit steeds groter wordende mysterie, zijn de mensen van Ballyglass vastberaden om hun geheimen te bewaren. Het is een klassieke thriller, maar toch een soort roman, dus ik ben heel erg benieuwd. Maar het klonk interessant, dus ik dacht, die wil ik eigenlijk ook lezen in juni. Dan heb ik nog twee thrillers van Jeroen Windmeijer. De Genesis sleutel, die kreeg ik als recensie-exemplaar. En het Eva-complex, het nieuwste boek die hij samen met Jacob Slavenburg schreef, die kreeg ik via mijn werk, die voor mijn blog. Eigenlijk wil ik deze alle twee gelezen hebben in juni. Waarom? Gewoon omdat ik dat wil. En omdat ik gewoon nog heel veel heb liggen wat ik moet lezen. En de laatste, American Royals van Catherine McKee. Een lekkere, deze is vertaald. Ik heb hem ook in het Engels, maar ik ga de vertaalde lezen. Die kreeg ik ook opgestuurd van uitgeverij De Fontijn. En dit is natuurlijk zo'n boek wat even lekker tussendoor. Niet te veel nadenken. Lekker luchtig. Dus voor de afwisseling met literatuur, middle grade, thrillers. Is dit volgens mij een perfecte afwisseling van het genre. Nou, dit is echt een mega. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23 en beneden nog eens 24 boeken. Waarvan er wel een paar bij zitten waarvan ik denk dat ik er misschien maar een paar uurtjes over doe. Zoals de graphic novel en die twee Nederlandse kinderboekjes en het boekenweekgeschenk. Maar dan nog, het is best wel veel. Maar we gaan het zien. Wie weet gaat het allemaal super snel en ben ik zo in een flow dat het niet normaal is hoeveel ik ga lezen. En wie weet neem ik gewoon een deel mee naar jullie. We gaan het zien. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende video.